Nou, ik krijg er steeds meer zin in. We waren hier gebleven bij de vorige uitzending. De Jeltinga-laan. Dus dit hoort niet. Het is gewoon de ene taal of de andere taal. En we kunnen ook zeggen dat de meervoudige rechtbank Leeuwarden al het recht spreekt in het Fries. Als dat afgesproken is, als dat consensus is, heb ik daar geen moeite mee. Maar we hebben afgesproken dat ook de meervoudige rechtbank Leeuwarden rapporteert in het Nederlands. En tegenwoordig, als je dit intypt, nou, we zullen het even proberen. Nou, ik ga het gewoon niet doen. Ik ga even laten zien waar de Jeltinga-laan. Kijk, Google staat laan. Zien we dat ook allemaal? Ja? Laan. Er staat niet liane. Ja? Dit is de Jeltinga-laan. Ik ben aan het uitzoomen. Ja? De Jeltinga-laan die gaat over in de WH van Heemstraweg. En zo blijft die heten tot aan de provinciale weg die naar Lauwersmeer. Dat is een hele mooie plek trouwens. Je zou echt een keer langs moeten karren. Maar dan moet je dus wel hier de rotonde rekening houden. En daar zit dat tunneltje. Zien we dat allemaal? Daar is het tunneltje. Ja? En dat. Hier was de Jeltinga-laan. Kijk, voorzichtig opzij kan schuiven. Yes. En dan hebben we het dus over de Jeltinga-laan ter hoogte van het sportpark. Wat hij dan zegt, de Swadde. En hier zien we de Swadde met een S. En daar zien we Swadde met een Z. Maar omdat deze vierkante, rechthoekige dingen er liggen. Ik neem aan dat dit het sportpark is. We kunnen even naar beneden gaan. Maar dit lijkt mij allemaal woonwijken. En waar is die fiets nou? Waar is nou dat afhaalpunt waar je die fietsen kan vinden? Nou, dat was dus, dat zegt hij niet. Maar dat was ongeveer hier. Bij het station. Daar is het afhaalpunt voor je zwarte herenfiets. Als die geen licht heeft, moet je niet mopperen. En dit stukje van de Jeltinga-laan, want dat heb ik dus gewoon geleerd. Dat kan je gewoon ook op Google even opzoeken hoe dat moet. Maar dit is dus bijna 300 meter. En hier was dus, hier was ergens, ja, een lantaarnpaal. Ja, jullie weten al nu gelijk dat meneer Henk Maus heel nauwkeurig gaat worden. En dit punt, daar ga je zo dadelijk een tekening van krijgen. Maar een slachtoffer moet zo gefietst zijn, hier aan de rechterkant van de weg. Ja? En die ging zo omhoog en dan krijg je hier het paradiesje, waar ze helemaal niet in ging natuurlijk, want dat is de verkeerde kant op. Ja? Want het mesje, dan moet hier naartoe. Door. Ja? Dus zo gaat ze aan de rechterkant van de weg. En toen heeft ze hier besloten, ik weet niet hoe die precies zit, maar ze wilde niet door het tunneltje. Dus ze ging hier zo aan, bleef ze gewoon de WH van Heemstra weg volgen. En toen is ze aan deze kant de rotonde overgegaan. Ja, jullie volgen mij, ja? En dan ging ze dus, ja, en dit kan je hier niet goed zien, maar er zit hiernaast dus nog weer een fietspad. En er zit een modderpaadje tussen. En ik kan proberen om het even te laten. Nee, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Kost te veel tijd. Kost te veel tijd. Maar we zijn dus nu terug op de Jeltinga-laan. Van pagina 107 uit dat. Ja, daar weet ik dus niet waar dat was. Dan even terug naar de voorvertoning. Ik lees het gewoon even voor.
bij de sportvelden aan de Jeltinga. Staat hier nou een N te weinig? Maar goed, ik ken geen Fries. Jeltingalaan. Staat een lantaarnpaal. Ja joh. Dit is dus een afstand van 300 meter. Hè? Hebben we net gezien. Eén lantaarnpaal. Op de Keningswei is verder geen verlichting. We missen toch een straat, of niet? Ik heb toch net gesproken over de MH lalalala? Want de Jeltingalaan sluit dus niet aan op de Keningswei. En dat betekent Koningsweg, overigens. Maar ik kan geen Fries. Marianne vertrekt omstreeks 01.55 uur op de fiets. Zonder verlichting. En gaat over het fietspad richting de tunnel. Oké, okay, dus 01.55. Ik pak even het origineel erbij of ik nog even zie wat hier aan de hand was. Ja, ze is met haar twee vrienden, Spencer en Wietse, om 01.50 aangekomen bij de sportterreinen De Zwadde. En na 5 minuten gaat ze weg. Op de fiets, zonder verlichting. En gaat over het fietspad richting de tunnel. Tot aan de plaats van delict is dit een afstand van ongeveer 1200 meter. Wacht eventjes. Hoe zit dit qua tijdsaanduiding? Want gaat over het fietspad richting de tunnel. Yes. Zullen we even teruggaan naar de Google Maps? Hier fietste Marianne. Ja? En dit is gewoon, hier is geen fietspad, in ieder geval de Google Maps niet. Ja? En dit is de tunnel. En hier kan je dus kiezen of je door de rotonde wil, wat niet mag. Want de bedoeling is dat de fietsers onder het tunneltje doorgaan. Maar daar stonden er altijd die jongens. Hè? Tunneltje, la 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 la. Dus waar zitten we dan? We zitten op het tijdsmoment. Ze gaat over het fietspad richting de tunnel. Marianne neemt het besluit alleen verder te fietsen. En fietst hard. Wacht eens eventjes. Dus toen zij ze vertrekt om 2:05. Tot aan de tunnel is het ongeveer een halve kilometer. Maar ze vertrekt daar. Ze heeft 500 meter gefietst op een fiets zonder verlichting. Dat doet hem helemaal niet toe. En dan is ze bij het fietspad richting de tunnel. En dan neemt ze het besluit alleen verder te fietsen. En fietst hard. Nou, dat slaat ook helemaal nergens op. Want hoe weet Henk Maus dat? Dit houdt in dat Marianne dus op het moment dat ze over het fietspad richting de tunnel gaat, het besluit neemt alleen verder te fietsen. Dus op het moment dat ze dat besluit nam, waren Spencer en Wietse erbij. Of niet? Of wordt hier een tijdschema gewoon in de war gegooid, zodat we er helemaal niks meer van begrijpen en denken van, nou, als Henk J. Maus het zegt, dan zal het wel zo zijn. Zo, waar het op neerkomt, is dat hij zo dadelijk gaat vertellen dat Marianne dat besluit om alleen verder te fietsen neemt
als ze onder die lantaarnpaal staat van de Jeltingalaan. Die ene lantaarnpaal. 300 meter, 300 meter Jeltingalaan en de lantaarnpaal. Want bij die lantaarnpaal stonden twee jongens. Ja? Toen verdachte aankwam fietsen. Ja. Nou. En fietst hard. Ja, dat weet dus officier van justitie, weet dat niet. Heeft hij bandensporen gezien of zo? Van, oh, wat die heeft al hard gefietst, zeg. Die zag helemaal de rubber. Zo. Hoe weet hij dat? Ze is bang in het donker en de afstand zal in minder dan 5 minuten afgelegd zijn. Nou, meneer Henkmaus, voor zover u beledigd wordt of dat u dit zelf geschreven heeft, het begrip de afstand, zal ik u dat even uitleggen. Want de afstand waar we het over hebben, dat is dus, ziet u al Zwaag Westeinde in beeld? Ik nog niet. Ja. Ik weet ongeveer waar het ligt. Ergens hier. En we zijn hier, en dit is 300 meter. Toen, 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 toen. Doe je daar erin, doe je daar erin, doe je daar erin. En dan moet je omlaag. En waar zit Zwaag Westeinde nou precies? Ik denk dat dit Zwaag Westeinde is. Maar ik gok het maar. Hoor. Maar de afstand tot aan het tunneltje. Hè? Dus van hier tot aan het tunneltje, dat is 5 minuten. Hè? Maar dan moet je. En dit hele stuk, daar staan geen lantaarnpalen. Dat zegt Henk J. Maus zelf. Het zal wel zo zijn, als hij dat zegt. En waarom zouden er überhaupt lantaarnpalen staan? Dit is een gebied, dit is geen Amstelveen-Noord of zo. Nou ja, of dit nou Zwaag Westeinde is, of dat het nog verderop ligt, maakt niet uit. Dit is al heel ver. Zie maar dat. Dit is een heel kippeneindje tot aan het tunneltje, waar mensen stonden die dan lalala. Ja. En dan moet je nog een heel. En wat hier, dit is ongeveer 2 keer zoveel als dat. Dus 3 keer zoveel, 4 keer zoveel, 5 keer zoveel. En dat klopt wel, want het is allemaal bij elkaar bijna 10 kilometer op de trappers staan. Dus ze is bang in het donker. Ja, ze had dus wel eventjes heel wat kilometertjes nog weg te trappen. En ze is gewoon in de steek gelaten door Spencer en Wietse. Dit hadden Spencer en Wietse mijn dochter moeten flikken. Vanuit tegenovergestelde richting komt de verdachte aangefietst zonder verlichting richting buitenpost. Nou, dus verdachte, die komt dus ook zonder verlichting. Ja. En zij heeft dus ook een fiets zonder verlichting. Ja. Hij ziet verderop in het schijnsel van de lantaarnpaal 2 jongens staan. Spencer en Wietse hebben niemand gezien. En dat kan ook kloppen, want ze kijken het donker in. Nou wil ik eventjes bij benadrukken. Stel, je gaat een keer kamperen, weet je wel. En dan moet je 's nachts naar het toilet. Stel, hè. Dat kan toch, hè? Je zit in je tent en je denkt, jeetje, ik moet nu echt plassen. Niet om het moeilijk te maken of zo.
En heel handig is dan om een zaklantaarn te hebben of een knijpkat. Het kan ook natuurlijk zijn dat er gewoon op die camping lantaarnpalen zijn. En het leuke is dus dat als je een lantaarnpaal hebt, of een licht hebt, of een lantaarn hebt, of een knijpkat hebt, dan kan je dus het donker in kijken. Geinig, hè? Nederlands. Wat hij bedoelde te zeggen was dat de lantaarnpaal die had een bepaalde reikwijdte qua verlichting. En dus, meestal is het ook zo dat als je een weg hebt van 300 meter, dat je ook niet één lantaarnpaal hebt, maar als je een aantal hebt, 100 zoveel meter, doe je er weer één. Want het heeft geen enkele zin om ja, dat snappen jullie wel, toch? Ja. Want ze kijken het donker in. Op het moment dat verdachte die vanuit tegenovergestelde richting aankomt fietsen zonder verlichting, die konden ze niet zien. Want ja, zo goed waren de lantaarnpalen aan de Jellingalaan nou ook weer niet. Het is allemaal heel erg logisch dat Spencer en Wietse, dat die mijn naam is Haas en ik weet nergens van. Met zo'n officier van justitie is dat wel echt te doen. Nou, dan krijgen we weer Dynacap. Ik heb dus echt geen zin gehad om dit op te zoeken op Google YouTube. Maar ik weet nu al dat dat een firma is met, ja, waarbij de directie heeft leren stoelen met wieltjes eronder. En een grote asbakken en het rookverbod, dat geldt niet tijdens directievergaderingen. Zullen we wedden? Dynacap. Het kan toch echt nergens op slaan? Kom op. Dynacap, hè? Dan kan je gewoon allerlei bewegingen van mensen, die kan je invoeren. En dan kan je allemaal vragen gaan stellen in dat programma. Maar het is dus wel zo dat ze dus alleen bewegingen met fiets, brommer of auto kunnen doen. Ja, dus ze hebben nog een nieuwe versie. Dan gaan ze ook wandelaars, kan je dan ook registreren. En waarschijnlijk ook mensen die met een, weet ik veel, maar die zijn met een luchtballon. Dat gaat weer heel anders qua snelheid. En dan kan Dynacap dan ook rekening mee houden. Ja, hier, volgens ons programma kan de luchtballon, die kan niet daar in de buurt geweest zijn. Och, die mensen van Dynacap, die programmeurs dan, hè? Want dat zijn natuurlijk gewoon eerlijke mensen, laten we eerlijk zijn. Die doen ook alleen maar hun best. Maar die programmeurs hebben nog een hele hoop werk. Die krijgen nog allerlei dingen. Ik heb natuurlijk ook mensen die zijn aan het wandelen. Maar die hebben dus een invalide wagentje voor hun. Dus hè, dat ze oma aan het duwen zijn. En die zijn wel aan het wandelen, maar dat gaat echt een stuk langzamer. Maar dat lukt ze wel bij Dynacap. Maar voorlopig is het dus genoeg geweest, want we kunnen ervan uitgaan. Er waren geen wandelaars in die tijd. Er waren alleen maar fietsers, brommers en auto's. Dus in die tijd, met de oude versie van Dynacap, kunnen we er zeker van zijn dat juist in die periode vrijwel geen getuigen in die omgeving zijn geweest? Oh, ja joh. Welke periode was het ook alweer? We hadden het over dat ze om 0155, dus 2:05 vertrok ze. En toen was ze nog bij haar vriendjes, toch? Maar dat is niet te begrijpen, dit verhaal. Dat klopt helemaal niet. Maar dus in die periode, en dat is in de periode van 0155 tot en met 5 minuten verderop of zo. Dus binnen 5 minuten was ze de bok of zoiets. Dat is echt verschrikkelijk. En hier had ik ook weer gewoon 5 moeten zijn. VIJF. Schrijf het uit. En hier had een dubbele punt moeten staan. En dit mag wel. Hè?
Je hoeft niet 1200 te schrijven, maar 1200. Laten we het gewoon over Nederlands hebben. Dan leren jullie hier nog wat van. Want je mag er niet bang van worden. Vanuit tegenovergestelde richting komt de verdachte aangefietst zonder verlichting richting buitenpost. Ja, die snap ik. Dus Jasper Steringa, verdachte, sorry, die wilde een fietstochtje maken. Ik dacht, ik ga eventjes naar buitenpost. En weer terug. Ja? Zullen we even samen gaan kijken hoe lang dat is? Oh. Ik ben een beetje gespannen. Oud-Woude, dat was het toch? Ja? Dat is de voorwei, dat is de benzinepomp dinges. Laten we die maar nemen. Ja? En dan willen we naar buitenpost. Even denken. Ja, laten we hier maar naartoe gaan. Ja? Nou, eens even kijken. Dat doen we even. Nou, dat maakt niet van uit. Het is met de auto 5 minuten. En het is in totaal. Chips. Even terug. Hoeveel kilometer is het nou? 3,7 kilometer. Vanaf die benzinepomp waar ze die aanstekers voor kochten. Maar hij wilde, neem ik aan, niet per se naar de Swadden. Hij wilde naar buitenpost. Eventjes hier naartoe. En dan weer terug zo, of zo. Of hij wilde, want wat voor een fietstocht is dit? Hij wilde een eindje fietsen, maar dan maak je toch een rondje. Want als je dit doet, ja, hoe moet hij dan terug? Dat wordt een fietstocht, want hij is hier dus al, hier heeft het over, iets van 4 kilometer. Hij weet niet precies hoe hij gefietst is, maar zo in ieder geval niet. Hij is dan zo gegaan, maar dat weet hij niet meer. Hij kan ook, het is helemaal heel vaag. 4 kilometer. En hij was natuurlijk niet klaar met zijn fietstocht toen hij hier was. Want hij werd bevangen door een schim van een jonge vrouw. Waar ging hij naartoe? En stel, hij was nog een kilometer doorgefietst. Dan had hij weer helemaal terug moeten fietsen. Dan had hij toch echt wel eventjes 10 kilometer gefietst. Alles bij elkaar. Midden in de nacht. Ja, ik begrijp dat niet per se. De verdachte was ook al omgedraaid voordat de beide jongens hem konden zien. Dus hij was buiten. Die beide jongens, die konden verdachte niet zien. Maar verdachte kon wel slachtoffer zien. En de beide jongens konden ook slachtoffer zien op dat moment. Want ze hadden afscheid genomen van haar. Je mag er gewoon eventjes over nadenken wat hier nou verteld wordt. De aandacht van verdachte wordt plotseling getrokken door een schim van een jonge vrouw en haar jonge gelaat en contouren.
We kunnen ook weer gaan... Ja, een schim van een jonge vrouw. Ik heb gewoon echt grappen te weinig om hier nog een geintje van te kunnen maken. Wat is een schim van een jonge vrouw? En wacht even, ik krijg een ding met nou, sorry. Ah, shit, sorry. Een schim van een jonge vrouw, wat is dat? Je hebt ook zoiets als, het was toch zijn type niet en dat soort dingen? En haar jonge gelaat en contouren. Dus hij werd plotseling getrokken door drie dingen. Ik bedoel dit echt puur om iets duidelijk te maken. Dus is één, ja, een schim van een jonge vrouw. Twee, haar jonge gelaat. Drie, contouren. En daar wordt hij plotseling doorgetrokken. Maar Spencer en Wietse hebben niemand gezien. En dat kan ook kloppen, want ze kijken het donker in. Ja? Nou, dan krijgen we nog meer vrieseleg les. Hij voelt dat zijn stemming helemaal omslaat. Hij voelt zijn stemming helemaal omslaan. Nou, dan moet ik gelijk denken aan het boeddhistische geloof, waarbij je geleerd wordt dat je mind, en met name dan niet alleen de boeddhisten natuurlijk, want eigenlijk moet iedereen het weten, maar je mind, dat is je lichaam, die, ja, als je daarvan bewust bent, dan kan je voelen. Bijvoorbeeld, ik krijg een ontzettende hunkering naar, ik wil, weet ik veel, jenever drinken. Of ik moet wiet, of ik moet roken. Ja. En een gezond mens is zich bewust van die dingen. Nou, hieruit maak ik op dat dader of verdachte, die was zich dus bewust van zijn lichaam. En dat is goed. Nou komt het tweede conjunct. Ja, we hebben het hier over een conjunctie. Van en toen dit en toen dat. Dat heet een conjunctie. Dus hij voelt dat zijn stemming helemaal omslaat. Dat is in principe goed bericht. En dan komt en. Verdachte denkt, en dan hier moet ik echt op Friese les, want ik dacht dat ik net wist hoe Fries moest. En ik denk hier dat hij een typfout maakt in het Fries. Ook nog een keer. Want er moet toch staan, do is famie. Het was toch do, re, mi, fa, sol. Kom. Wie geeft hier nou wie Friese les? Zal ik het even uitvergroten voor jullie? Oh, sorry. Die is van wie? Vannacht. Ze hebben als een daadkrachtige boer. Die dacht, nou, als ik een wijfie wil, dan is het ook gelijk. Hè? Niet eerst even kennis maken met haar ouders of zo. Nee. En waarom zou die? Want hij had twee kinderen. Dat had nooit wat geworden. En het meisje was 16. Hij had een zoon die was net zo oud.
Hij kent haar niet. Weet geen leeftijd, maar vindt dat ook niet van belang. Volgens mij hebben we het hier eerder over gehad, hè? Hier ontbreekt een komma. Hij heeft zijn fiets gelijk omgekeerd en moest echt hard fietsen om haar in te halen. Hij is vanaf dat moment gericht op het hebben van seks en voelt de adrenaline door zich heen stromen. Adrenaline is een hormoon en het wordt door het lichaam afgescheiden als het lichaam zich bedreigd voelt. Dus, het maakt je hart sneller kloppen. Van oejee, oejee, oejee. Je lichaam gaat in attack mode, zullen we zeggen. En het heeft niks te maken op het hebben van seks. Dacht ik hoor. Ik weet niet waarom officier van justitie op dit moment het woord adrenaline door de rechtszaal moet slingeren. Want we hadden het toch alleen maar over waarom heeft verdachte het. Hoe zit het in elkaar? Waarom heeft hij het gedaan en hoe heeft hij het kunnen doen? Een van de redenen dat hij dat heeft kunnen doen is omdat Spencer en Wietse te belazerd waren om dat meisje even terug te brengen naar Zwaagwesteinde. Dat is een reden. En waarom hadden ze niet gewoon poen bij de, omdat ze ook wel wisten, ze gaan uit met een meisje. Ja, de meisje komt van 10 kilometer ver en jullie wonen op 5 kilometer afstand. Dan moet dat meisje naar huis. En je brengt er of op de fiets terug, of je betaalt een regiotaxi. Hele goed begrepen. Dat is niet gek geworden hier of zo. Marianne gaat de weg op en fietst links de rotonde over op het moment dat de verdachte de tunnel nog door moet. Nou, wat hier staat, hij verklaart dat ze de tunnel waarschijnlijk mijt uit een soort voorzorgsmaatregel met hoeveel puntjes? Jullie mogen met me meetellen. Ik ga even inzoomen. Hè? Hoeveel puntjes? En wat hadden we ook alweer afgesproken in het Nederlands? 1, 2, 3, 4, 5 puntjes. We hebben 4 puntjes gezien. 2 puntjes gezien. Henk Maus die zit hier dus een soort morse. Piep, 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 piep. Piep, 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 piep. En dan een soort voorzorgsmaatregel. Uit een soort voorz... Sorry. Worden jullie ook misselijk van deze tekst? Ik hoop het wel. Dat Marianne dat tunneltje mijt, dat begrijpen we allemaal wel, hè? Of zal ik nog even de Google Maps erbij halen? Dan moeten jullie nog langer kijken naar deze film. Hè? Maar ik heb een andere oplossing. En dat is deze. Dit is namelijk de tekening van de situatie. Ja? We zoomen even in. Oh, sorry. Dit is de rotonde. Dit is die tunnel. En dit is de provinciale weg naar Lauwersoog gekomen. Yes. Lauwersmeer. Ja. Naar het noorden. Dus het noorden ligt hier rechts. Dat is een beetje ingewikkeld, maar dat is handiger qua tekening. Dit is dus dat fietspad. Ja.
Er gaat dus hier dat lullige tunneltje waar die vrouw die het blaadje rondbracht en die werd er lastig gevallen. Of van die kant, je weet niet waar ze stonden. Maar ze vonden het geinig om hieronder te staan, een beetje wiet roken, denk ik. En dat fietspad gaat hier zo door. En dan heb je dus aan de Keningswei, heb je aan de rechterkant het fietspad. Nou, Marianne wilde niet door die tunnel heen. En wat zij toen besloot, is om hier, zien we dit? Ja, gewoon weer de weg op te gaan. En dan hier naar die rotonde. En dan linksom. Ja. En toen moet ze dus ergens, want hier reed ze dus op de provinciale weg, waar je in principe 80 km per uur mag rijden. Of in ieder geval hard mag rijden. Het is niet voor niets dat fietspad daarnaast. En dit stukje, dat is een soort modderpaadje. Misschien is het wel voor een of andere boer die zijn tractor dan eraf kan rijden. Dat hebben ze in ieder geval niet aangelegd om slachtoffer de mogelijkheid te geven om terug te gaan naar het fietspad. Een of ander stom dingetje. En wat er nou beweerd wordt, is dat, moet ik even een heel klein beetje uitzoomen. Hier was Marianne. Ja, die is dat modderpaadje aan het oversteken. En hier is verdachte, ja, Jasper. En die zag dat gebeuren, terwijl hij dus op weg was om dat tunneltje in te gaan. En dit stukje asfalt, dat gaat omlaag. En die rotonde, die is lekker, ja, daar hebben ze allemaal bossages neergezet natuurlijk. En het was 30 april. Hoe kon Jasper, verdachte, zien dat Marianne, slachtoffer, van de weg hier naar het fietspad ging? Hij ziet haar het fietspad weer oprijden en gaat zelf door de tunnel om haar in te kunnen halen. Hij nadert haar aan de linkerkant. Nou, we beginnen natuurlijk allemaal bij de Jatinga. Dat was hier. Hè? Hier stond ergens die lantaarnpaal. En toen kwam verdachte kwam hier zo aanfietsen. En nou, voordat die Spencer en Wietse, en die stonden dan hier of zo. Ik zal een beetje uitvergroten. Dus Spencer en Wietse, die stonden dan hier of zo. En die zagen slachtoffer wegfietsen, was hij ongeveer hier. En toen kwam de verdachte aanfietsen, die was ook ongeveer daar. Die ziet de schim van een jonge vrouw, haar jonge gelaat en contouren, en draait onmiddellijk zijn fiets om. Nou, dan zit hier Marianne zo te fietsen. Fietsen. Ja, ze moet nog naar Zwaag-Westeinde. 8 kilometer misschien, 7 kilometer. Maar niet om de hoek. Dan gaat ze hier doorheen. En dan komt ze dus hier terecht. Want daar gaat ze over. En op dat moment bevindt Jasper zich dus hier. Ja, 100 meter achter haar. Dus hij is onmiddellijk omgekeerd toen hij voorbij zag komen. Haar voorbij zag komen. Is die, nou, dan gaat die, de officier ook nog zeggen dat hij extra hard ging fietsen. En hier lag hij dus 100 meter achter. Ja. Want hij zag haar hier. Hij was hier toen zij daar terugging naar het fietspad. Heeft iemand misschien een bakje met logica-nootjes? Verstandigheidschips?
iets wat mij kan helpen om dit te begrijpen? En nu wordt het helemaal crazy. Hij nadert haar aan de linkerkant. Ja. Moet je eens proberen, weet je wel. Je komt een fietser tegen. En je denkt van kom, ik ga er even naast fietsen. Moet je vooral aan de rechterkant doen. Dat is overigens wel gebruikelijk hoor. In Engeland bijvoorbeeld. En ook in Australië. Schijnen ze gewoon... ik noem dat links rijden. Hun noemen dat natuurlijk right driving. Want hun vinden dat correct. Natuurlijk nadert hij haar aan de linkerkant. Dit hoofdstuk... ik weet niet of we nou de inleiding uit zijn eigenlijk. Want misschien zitten we al lang in de volgende hoofdstukken. Maar het is ook niet echt duidelijk. Er zit ook geen paragraafnummering in. Terwijl we het hebben over een document van 51 pagina's. Wat moet dienen als bewijs om iemand misschien wel voor 18 jaar de bak in te doen draaien? En laat het nou ook echt gebeurd zijn. Oh, wat een pech zeg. Dit hoofdstuk heet tot stilstand brengen. Jullie begrijpen natuurlijk gelijk waar dit over gaat. Hè? Hij ziet dat slachtoffer zich omdraait met een angstig gezicht. Punt, komma. Die hoort daar niet. Uit boosheid wijs ik hem even aan. Zij schrikt, en dat is dubbel op, en zegt, krijgen we weer Friese les. En nu voor het eerst kan ik echt zeggen dat ik niet weet... ik weet het wel, ik heb het opgezocht. Maar ik dacht in eerste instantie, waar ben jij van Eikel? Van aan Wabisto, van hey klootzak, loop niet zo naast met de fietsen, man. Zoiets dus, hè? Nee, dat staat hier niet. Zij schrikt en zij zegt, wie ben jij? Squeeze me. Je bent een meisje van 16. Je hebt lekker permanent in je haar. Je bent een lekker ding. En je moet nog helemaal naar huis, naar Zwaagwesteinde. Er komt een of andere oude boer uit Oud-Woude naast je fietsen. En dan zeg jij, wie ben jij? En hoe weet Henk Maus dat? Had hij een microfoontje op de fiets van verdachte? Of was die meegenomen fiets... was die uitgerust met een geheime microfoon. Dit is opgetekend uit de mond van verdachte... waarvan de officier heeft gezegd dat die ligt. Verdachte fietst naast haar en doet onmiddellijk zijn rechterhand om haar hoofd heen... trekt haar naar zich toe en remt af. Hij ziet dat Marianne zich omdraait. En die zegt, wie ben jij? Dan gaat hij naast haar fietsen. Eerst staat hij nog 100 meter achter haar. Hè? In die... 500 meter of zo, 600-700 meter tot aan het tunneltje, was die haar pas tot op 100 meter genaderd. En nu is die plotseling, heeft die spinazie gegeten, en net als Popeye, is die naast haar. En hij doet onmiddellijk zijn rechterhand om haar hoofd heen, trekt haar naar zich toe en remt af. Zo joh.
Half vallend komt de verdachte tot staan met zijn fiets die op de grond valt tussen hem en slachtoffer in. Ik heb hier geen tekening van gemaakt, maar dat had ik misschien wel moeten doen. Dan moet je het even voor je visualiseren. Je hebt aan de linkerkant heb je een oude boer uit Oud-Wouden, hè, met twee kinderen en de oudste is ongeveer zo oud als slachtoffer. Ja. En die komt half vallend tot staan. En zijn fiets die valt op de grond tussen hem en slachtoffer in. Die dus nog steeds op de fiets is. Slachtoffer begint te schreeuwen en hij doet zijn rechterhand voor haar mond. Dus hij had eerst met zijn rechterhand, die had hij om haar hoofd, maar nu gaat zijn rechterhand voor haar mond. Zij bijt hem in de ringvinger. Oh. En er komt bloed uit de wond. Een bloeddruppel van de verdachte komt waarschijnlijk op de rechtermouw van de jas van Marianne. Zie ZD18. Nou, ik wil nu gewoon eigenlijk een call-in show hebben. En iedereen die een foutje weet te vinden, die krijgt een gratis snoepje. Ik begin maar gewoon met zeuren, want het is al erg genoeg. Onmiddellijk slaat nergens op. Om haar hoofd heen doen. Ja, je kan een hoofddoek om je hoofd doen. Ja. Maar ik weet niet wat. Doe je hand om haar hoofd heen. Ja, om haar ogen heen, om haar neus, om haar mond, om haar keel, om haar kaak. Om haar voorhoofd kan je ook doen. Doe gewoon een hand op haar voorhoofd. Ik zou zelf als ik. Nou ja, je moet er niet over speculeren, maar je kan natuurlijk ook gewoon iemand zijn jas trekken. Als je gewoon toch wilt dat iemand ophoudt met fietsen, omdat je met haar een weiland in wil lopen met een mooie boomwal. En ja, je trekt gewoon heel hard aan de jas. Ja. Zou niet gelijk haar hoofd weten te vinden. En dan doet hij dus zijn rechterhand. Dan maakt hij een beslissing. En denkt, oké, het is het beste om mijn rechterhand, die om haar hoofd zit, waarvan ik niet precies weet waar die zit. Voorhoofd, ogen, neus, mond, keel, kaak. Maar hij neemt een beslissing. Hij doet het voor haar mond, want ze begint te schreeuwen. Volgens Dynacap waren er helemaal geen getuigen in de buurt. Waar maakt hij zich eigenlijk druk over? Zij bijt hem in de ringvinger. Nou, ik kan me voorstellen dat als je een hand voor de mond wordt gehouden en je wil gaan happen, dat je als eerste gewoon de wijsvinger pakt. Of de plek tussen de wijsvinger en de duim. Maar ik zou niet de lange vinger gaan bijten of de ringvinger. Nou, misschien wel hoor. Want ja, we weten dat, hè? Dat het de ringvinger was. Want verdachte, die is 13 jaar na dit voorval aangehouden. En een eventuele wond in zijn ringvinger, die was natuurlijk niet te vinden. Hè? En dat het ringvinger is, dat weten we van het DNA. Sorry. Het was een grapje uit venijnigheid. Maar het was de ringvinger. Volgens verdachte, die liegt. Man, als ik geweten had toen ik jong was, hoe makkelijk het was om een requisitoor te schrijven in een dermate belangrijke zaak.
Nou, dan was ik waarschijnlijk van, nee, dat had ik natuurlijk niet gedaan. Maar ik dacht vroeger ooit dat officier van justitie, dat dat echt gewoon een zware baan was. Ik had bijna medelijden met die mensen die al die dossiers in hun weekenden mee naar huis moesten nemen. Om alles goed uit te zoeken. Bang dat ze waren om de verkeerde in de bak te dumpen. Oh jee toch, oh jee toch. Nou, het wordt steeds smeriger natuurlijk, hè? Maar ik heb jullie gewaarschuwd, dus niet zeuren achteraf. Mogelijk dat slachtoffer, ik leer het steeds beter, hè? Jullie lezen met mij mee, hè? Want anders heeft het geen zin, hè? Mogelijk dat slachtoffer de verdachte ook gekrapt heeft, omdat DNA van de verdachte onder haar vingernagel is aangetroffen. Eerder heb ik gehad over een nagelvuil. Weet je nog? Het wordt gewoon opnieuw gezegd. Iets wat ze. Ja, dus dat is onder de nagel van verdachte is dus biologisch materiaal aangetroffen. En dat is dan. Ja, omdat DNA. Was het nou ijster? Mitochondriaal, autosomaal. Waar hebben we het over? Hè? En het precieze moment. Lijkt me inderdaad nogal ingewikkeld. Vind je niet? Laat ik het eenvoudig maken. Je komt in je keuken en daar staan vieze borden. Nou, dan kan je aan de hand van de indroging van de borden, kan je nog vaststellen of het lang geleden is dat iemand die afwas heeft neergezet of dat het net was. Marianne Waatser, die is uren na haar overlijden pas gevonden. En hier wordt mij verteld dat nagelvuil, als dat dus 12 uur oud is, minimaal, dat ze dan niet weten wanneer dat gebeurd is. Nee, dat lijkt me nogal wiedens. Dat wil ik ook helemaal niet weten. Ik wil gewoon weten waarom verdachte de dader is. Ben ik gek of zo? Ben ik echt effing de enige in Nederland die zich hier druk over maakt? Op een serieuze manier? Nu pakt hij haar vast met links. Nou, eerst wordt er gesproken over de rechterhand. Zo. En nu met links. Dus met de linkerhand. Met zijn linkerhand. Weegt zijn hand af. Okidoki. Zijn rechterhand af. Rechterhand af. Jullie moeten echt je zorgen gaan maken over dit soort taalgebruik. Pakt zijn zakmes en zet dit tegen haar keel aan. Met welke hand pakt hij het zakmes? Met links? Met rechts? Hij houdt haar goed vast. Dicht tegen zich aangedrukt. Die smeerlap die dit geschreven heeft, die mag je een keer bij me langs sturen. En dan hou ik gewoon een bieravondje voor
Motorclub de honkbalknuppel. Dit wil ik niet verder bespreken. Ik hoop dat jullie gewoon zelf begrijpen dat dit... Ik ga niet nog een keer zeggen. Alles wat ik al gezegd heb. En verplaatst met de rechterhand de fiets van Marianne naar de sloot. Nee, dat was een greppel. Sloten zijn er voor afwatering. En sloten zijn altijd behoorlijk vol met water. Er kunnen ook vissen en kikkers en alles. En je hebt natuurlijk ook gewoon greppels. En als het dan hard gaat regenen, ja, dan staat die vol met water. Maar er is een verschil tussen een sloot en een greppel. Dus als boer A en boer B, die hebben hun land gescheiden. Vaak doen ze dan daar de afwatering in. En dat is de sloot. En dan moet boer A en boer B allebei hun eigen wal schoonmaken. Dus optrekken. Af en toe moet boer A en af en toe moet boer B. En als je zelf een sloot hebt, dan moet je voor allebei de kanten zorgen. Maar dat is een sloot. En die valt niet droog. Dit noemen we een greppel. En een greppel die kan als het echt heel nat wordt. Dan loopt die ook vol met water. Ja. Maar dat is geen sloot. Taalgebruik, Nederlands. Rechtspraak. Doen we Swahilische rechtspraak? Nee, heb ik al eerder gezegd. Nou, maar doen we Ubigubi? Ja, het slaat helemaal nergens op. Van de fiets zijn destijds wel vingerafdrukken genomen, maar die zijn onvoldoende gewaarmerkt en bleken niet voor identificatie geschikt. Van de fiets zijn vingerafdrukken genomen. Nou, van mij ook. Dat is een heel apart verhaal. Maar ik ben gearresteerd op Schiphol. Dat is dat vliegveld. Dat ken ik allemaal wel. Met die leuke beveiligingszin. Ja, geweldig verhaal. Ook heel erg om lachen. Maar van mij zijn vingerafdrukken genomen. Kan je nog een vingerafdruk nemen van een fiets? Ik wil... Ja, dan mist een komma natuurlijk weer. Hoppa. Maar die zijn onvoldoende gewaarmerkt. En bleken niet voor identificatie geschikt. Nou, nu mogen we even stilstaan bij het mogelijke scenario wat hier gebeurd is. Wat ik denk, en dan mag je me kwalijk nemen, maar ik denk het gewoon. En het heet de mening van vrijheidsuiting. Dat is een grapje. Snap je wel, hè? Wat ik denk, is dat er een groepje kerels was. En die hebben slachtoffer gepakt. Die hebben een samenzwering gehad. En die hebben van tevoren... Ik zal nee, ik doe dit, jij doet dat. Joh. Hebben ze dus slachtoffer gepakt. Details zijn niet nodig. En het lichaam van slachtoffer... Hebben ze naar de Keningswei gereden? Hebben ze gewoon gedumpt in het weiland? Ze hebben er een fiets bij gesmeten die ze gejat hebben in Buitenpost. En het zou me niets verbazen als die fiets die daar in het weiland lag inderdaad op slot was. Omdat ze die fiets uit Buitenpost bij het station, waar wel vaker mensen hun fiets laten staan, gewoon even meegenomen hadden in de... In de handige bus. En die fiets hebben ze in die greppel gegooid. Als een soort van teken. Van kijk, hier kan ze mogelijk liggen. En Spencer en Wietse waren er misschien wel helemaal niet eens bij betrokken. Dat is ook heel goed mogelijk. Want ik wil niemand beschuldigen. Maar ik weet wel dat deze taal niet genoeg is
om een naburige, een Norber, eventjes voor 18 jaar de bak in te sturen. Zien jullie ook deze noodverwijzing? Zou jij zelf genoegen nemen met een veroordeling met dit soort bewijzen? Pagina 805. We hebben tot nu toe gehad pagina 437, pagina 107 en nu pagina 805. En we hebben natuurlijk nog ook de verwijzing uit dagblad Trouw en het weekblad CQ, nou het zal wel een maandblad zijn, Elsevier, in die tijd. Bedenk goed. Dat het kloten is. Dat we een 16-jarige jonge Friese vrouw kwijt zijn. Bedenk dat goed. En bedenk dat het nog erger is. Dan dat wat ik net zei. Als jullie niet in de gaten krijgen hoe dit in elkaar zat. En nu zal ik nog even een rectificatie doen. Van wat ik vorige keer zei over dat ik geen racist ben. Hè? Want dit gaat over een mythe, een verhaal, een dogma heet dat. Hè? Een dogma. Een verhaal. Een verhaal dat waar is. En deze keer dan niet uit de Bijbel. Want daar hebben jullie allemaal zo'n pesthekel aan. Maar nu uit Afrika. Er was eens een oude man. En die woonde in een dorp. En die had besloten om een kuiken te kopen. Voor niks natuurlijk, hè? Dat kost je 10 cent of zo. Heb je een kuiken. En hij was heel goed voor dat kuiken. Uit gretigheid natuurlijk. Want hij dacht, nou, ik zorg goed voor het kuiken. En tegen de tijd dat het donker begint te worden, dan is het chop chop. Dus hij de hele tijd voor dat kuiken zorgen. En dat kuiken werd maar groter en groter. En die oude man, ja, dat was een oude man. Die kon niet meer hard werken op het land en zijn centjes halen. Hij moest het hebben van het zorgen voor een kuiken en onderwijl een beetje op een grasprietje kouwen om in leven te blijven. En hij wilde de winter overleven. Toen werd zijn kuiken werd groot. Echt een lekkere kip, want die oude man, die zorgde goed voor zijn kuiken. Dus er werd een dikke kip. En hij wist overal een beetje gaten scharrelen en dan kon hij allemaal voor niks krijgen. En dan hop aan die kip geven. En die kip zo tok, 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 tok. En die werd maar dikker en dikker. Toen, op een avond, hoorde die allemaal geluid. En hij ging kijken en er waren jonge jongens van het andere dorp en die waren zijn kip aan het pakken. Maar hij was niet alleen oud, hij was ook verstandig. Hij snapte wel dat als hij met zijn oude lichaam tegen de jongelingen van het andere dorp in was gegaan, dan was niet alleen zijn kip eraan gegaan, maar hij ook. Dus hij hield zijn bek. En hij dacht, ik pak jullie wel. En de volgende dag ging hij naar het marktplein. En hij zei, die jongens, die en die en die en die, die hebben mijn kip gepakt. De bevolking van het dorp, die lachte hem uit.
En het was uit angst. Want ze wilde geen ruzie met dat andere dorp. You get me? Waar dit naartoe gaat. Een tijdje later was er een andere en die was zijn geit kwijt. En die ging ook naar het marktplein. En die ging zeggen, die en die en die van dat dorp hebben mijn geit gepakt. Toen werd de bevolking van het dorp echt... Nou, dit vonden ze wel... Gingen ze even bij stilstaan. En toen kwam die oude man van die kip, die kwam weer aan met een wandelstok of zo. En die zei van ja, een leuk verhaal van die geit. Maar mijn kip, hoe zit het daarmee? En ze lachten die oude man uit. En die man van wie de geit weg was, nou, dat... Let bygones be bygones. Dit is Engels. Water onder de brug, zeggen wij op zijn Nederlands. En toen daarna, toen werd er een meisje van het dorp verkracht door jongens van het andere dorp. En wat denk jij dat die oude man deed? Want toen ontstak het dorp wel in woede. En iedereen snapte dat hier iets aan moest gebeuren. En die oude man die kwam naar het marktplein en die zei, jullie moeten beginnen bij het uitzoeken van die jongens die mijn kip hebben gepakt. Of zoals in het Nieuwe Testament staat opgeschreven, en dit is geen leugen, oog om oog, tand om tand. Laten we even stilstaan bij het feit dat wat ik hier doe is niet grappig. Tranen, die helpen. Dan word je tenminste bewust van je woede. Want wij hoeven dit niet met ons te laten gebeuren. Ik ben een frequente kroegbezoeker. En gelukkig ontmoet ik heel veel jonge mensen daar ook. En die laten zich echt niet piemeliemen. Maar we gaan wel eventjes bepalen hoe diep het water is. Dus Gandalf, die komt met de balrog in de ballenbak. Omdat Gandalf wel wist. You get me? Niet bang zijn. Doe je ogen en oren en alles open. Jordan Maxwell heeft gezegd dat het wakker worden niets meer is dan wakker worden in een gevangenis. Amon, zeiden ze in Egypte. Amen, zeggen wij nu. Zo zei het. Het is niet mijn uitvinding dat er hier een gevangenissysteem is waar we allemaal in zitten. Het is wel mijn uitvinding dat er iets aan is te doen. En het staat allemaal in de Bijbel. En ik ben niet de eerste die dat vindt. Wie oren heeft, die
horen. En word rustig in jezelf. Want daar komt je rust vandaan. Of zal ik jullie Nietzsche gaan voorlezen? Kan ik ook doen, hoor. Dan ga je helemaal door de achtbaan. Verdachte verklaart, ik lees weer voor, hè? Verdachte verklaart dat hij op dezelfde manier zijn eigen fiets aan de overkant van het fietspad in de greppel neerlegt. Dit alles om geen onnodige aandacht te trekken. Nou, dit is heel bijzonder, heeft Wim Dankbaar. En daar ben ik dan Wim Dankbaar weer dankbaar voor. Laten we het leuk houden. Maar het is dus verdachte gelukt om een 16-jarige vrouw, die dus gewend is om rustig 10 kilometer te fietsen, heb je ooit afgevraagd hoe dik die spieren van haar benen zijn? Ik wil jullie niet aanmoedigen om de foto te gaan bekijken van 57 kb die ik gezien heb, waaruit ik kon concluderen dat zij niet alleen bovenbenen had, maar ook kuiten. En zo'n meisje met die power, hè, die is nog op haar fiets. Je eigen fiets is omgevallen. Die ligt in tussen jou en slachtoffer. Hè. En dan ga je ook nog je eigen fiets aan de overkant in de greppel leggen. Om geen onnodige aandacht te trekken. Okidoki. Dus ik kom aanrijden in mijn Volvo 340 of zo. Omdat ik moet nog eventjes naar mijn moeder. En ik zie dus aan de linkerkant en aan de rechterkant een fiets liggen. En dan denk ik, nou, daar is niks aan de hand. Of ik kom langsrijden en ik zie aan de linkerkant. Dat is echt heel erg. Ik zie aan de linkerkant twee fietsen liggen. En ik denk, daar is wat aan de hand. Ik ga er even kijken. En dan stop ik mijn Volvo 340. Die parkeer ik dan opzij natuurlijk. Want ja, hè? Andere mensen moeten er ook langs. Hè? Dus ik doe rustig mijn Volvo 340. En ik ga even kijken waarom daar twee fietsen in de greppel liggen. Bij dat weiland met die boomwal. Kom op, jongens. Als ik twee fietsen zie liggen. Dus eentje links en eentje rechts. Dan denk ik, hallo, is hier een ongeluk gebeurd? Laat het even op jullie inwerken, want ik wil niet de enige zijn die verstand heeft van logica. Gelet op de bevindingen van het 3D-team. Even vertellen waar ik ben, hè? Dit is dus weer anders geschreven, zonder streepje. Oh, wat ga ik hier een vergoeding voor krijgen, hè? Naar aanleiding van het gevonden trapperspoor in de sloot, nou, dat was dus een greppel, dat niet afkomstig kan zijn van de fiets van slachtoffer, neem ik aan dat verdachte zich mogelijk vergist heeft waar hij zijn eigen fiets heeft neergezet. En dus er zijn twee woorden die mij nu echt, en het is passie met een B, B-A, dubbel S-I-E. En het tweede woord is Adriaan. Pipo de clown zich mogelijk vergist heeft, waar hij zijn eigen fiets heeft neergezet. Als het scenario wat ik dus als meest aannemelijke aanneem, als dat nou echt waar is, want dat zou toch kunnen, dat ik af en toe, ja, ik heb wel eens dingen gezegd en die bleken helemaal niet waar te zijn, maar stel nou dat ik gelijk heb. Hoeveel medelijden moeten we niet hebben met degene
die dit heeft moeten typen. Met gevaar voor eigen leven. Willen we daar even bij stilstaan? Dit doe je niet voor je lol. Hè? Niet met al die typfouten erin. Hè? De fietsen bevinden zich enkele meters voorbij de boomwal bij een weiland met afrastering. Is dat duidelijk voor jullie? Hè? Een boomwal is een afrastering. Om het even uit te leggen, het gaat over het domesticeren van planten en dieren. Nu krijgen we, ja, mooi zeg, niet eens biologieles, ook ecologieles. We domesticeren planten en dieren. En we hebben natuurlijk ook bomen nodig om de wind af te remmen. En zeker in de gebieden aan de zee. Want dan kan je ook iets bij voorstellen dat de wind over het water, omdat het water kan een beetje golven, maar dat wordt nooit zo hoog. Maar voor de rest raast de wind daar van links naar rechts. Op het land is dat anders. Daar kan je het gewoon breken. Met bomen. Nou, er zijn hele eco-dingen opgebouwd. Als je ook bijvoorbeeld in een gebied als de woestijn, dan moet je ook echt rekening houden met wind. Het is niet zo dat daar alleen maar een stronttekort is. Want dat is er te weinig in de woestijn. Geen watertekort, maar de stronttekort. Maar je moet ook rekening houden met het breken van de wind. En in Friesland, daar weten ze dat. Dus bomen, dat doe je dus niet midden in je weiland. Of je daar nou suikerbieten hebt of koeien, maakt niet uit. Bomen doe je aan de grens van je weiland. Dat is om de wind te breken. En dan met afrastering. Ja, dan kan je erbij zeggen, maar ik wil het liefst gewoon het kadasternummer weten. En die afrastering heeft niks te maken met of verdachte de dader is. Verdachte bekijkt de mogelijkheden waar hij met Marianne naartoe kan gaan en besluit dan het weiland in te lopen aan de andere kant van de, en ik denk daar het woord boomwal komt. Ja. Shit. Boomwal. Snap je hem nog? De ene kant van de boomwal. De ene kant van de boomwal. En de andere kant van de boomwal. Dit is een aantal meters terug. Heel belangrijk. We willen weten of verdachte de dader is. En we weten nu, het is een aantal meters terug van de boomwal. Is professioneel liegen. En het is heel verstandig om dit goed te bestuderen. Want je kan ook aan jezelf wel eens merken van, ik moest eventjes wegvluchten in een taalgebruik wat ik liever niet gebruik. Huh? Soms heb je dat toch wel eens? Ik in ieder geval wel. Dat is helemaal niet erg. Iedereen mag. Ja. Maar je moet het wel in de gaten hebben. En dit mag je niet doen. Het mes houdt hij steeds. In de rechterhand tegen haar hals. Zij heeft twee rechterhanden.
ene rechterhand was tegen haar hals en die andere... Zo gebruiken wij Nederlands niet. En hij drukt Marianne met links stevig tegen aan. Het mes houdt hij steeds in de rechterhand tegen haar hals. En hij drukt Marianne met links stevig tegen zich aan. Onder dwang stapt ze de greppel in. Kijk, en hier had ik het over. Want dat was inderdaad een greppel. Ja? En geen sloot. En Marianne... En slachtoffer, ik heb het hier ook weer fout gezet. Dus slachtoffer. En slachtoffer laat hier een voetspoor achter. Voorbij de greppel loopt de verdachte met slachtoffer meer naar links, richting de boomwal. Foto 199. Pagina 590. 591. Dus het was een foto over twee pagina's. Oh, lieve mensen toch. Wat erg is dit dat ik dit jullie moet vertellen. We hebben het hier over een 16-jarige vrouw uit Friesland die we nooit meer gaan zien. En we hebben het over bewijs en dat is foto 199, pagina 590/591. Op de foto's... Ja, maar dit was een foto, toch? Huh? Het loopspoor D en E. Nou, voor degene die dus echt geïnteresseerd zijn in logica... Laat ik het anders zeggen, als je dit taalgebruik goed bestudeert en je draait het 180 graden om, dan word je een geweldig schrijver. Dus luister vooral lekker door. Loopspoor D en E evenwijdig aan elkaar het weiland in gaat. Nou, loopspoor D en E, dat zijn twee loopsporen. Dus eigenlijk had hij moeten zeggen, er zijn twee loopsporen. De ene, daar hebben we dus A, B, C, natuurlijk ook, maar die zijn eventjes niet belangrijk, maar we hebben loopspoor D en E. Vanuit die 20 mogelijke dingen waarop ze hypotheses hebben geformuleerd. Maar dit zijn twee loopsporen. Loopsporen evenwijdig aan elkaar. Ja, dat slaat ook. Dat hoort dus helemaal niet. Evenwijdig. Twee loopsporen evenwijdig aan elkaar. Ja, moet ik ook wiskundeles gaan geven? Evenwijdigheid heeft te maken met... Ja, laat ik maar doen. Evenwijdigheid, dat staat op twee lijnen. En die zijn evenwijdig en dat betekent dat ze elkaar snijden in het oneindige. Dus de twee lijnen die raken elkaar alleen maar in het oneindige. En dan zijn ze evenwijdig. En dat zijn ze natuurlijk altijd aan elkaar.
Want voor evenwijdigheid heb je er twee nodig. En hier staan er twee. Maar de taalfout is dat het gaat over loopsporen. Dus hier gaat meervoud moeten staan. Het weiland in gaan. Ja? En uit woede ga ik gewoon eventjes inzoomen. Ja, er zijn twee loopsporen. Oh, sorry. Twee loopsporen. Rob, twee, ja. Twee loopsporen. D en E. Even weinig aan elkaar uitleggen. En in gaan. En op basis van deze taalfouten is een boer uit Oud-Woude met twee kinderen voor 18 jaar de bak ingedraaid. Zullen we volgende week zaterdag weer lekker gaan barbecuen met z'n allen? Dit weiland is hem bekend, zoals hij verklaart, bij de psychiater. Maar niet bij de politie. Nou, maar dit is toch wel leuk, hè? Wel bij de psychiater, maar niet bij de politie. Is het toch? Oh, wat erg is dit. Vinden jullie niet? Dit weiland, welk weiland eigenlijk? Ja? Ik weet niet wat het weiland is. Ik heb met de Google Maps dinges gekeken, maar ja, ik weet echt niet waar. Ja, er zijn, vrolijk zeg, multiple boomwallen. Gewoon, dit is de ene boomwal naar de andere boomwal. En je moet die ene boomwal hebben die naar links gaat of zo. Ja, het zal wel. Maar dat weiland met die boomwallen, dat is dus hem, de dader, verdachte bekend. Zoals hij verklaart bij de psychiater. Maar niet bij de politie. Nou, maar Henk Maus is ook niet dom, want hij heeft zijn eigen mening. Hij vindt het aannemelijk dat verdachte het weiland en boomwal kent. Want anders loop je geen 110 meter verder het weiland. Nee, sorry mensen. Dit is echt erg. Oh, erg. Hoe is het ook? Jezus de Christus. Maar Henk Maus is dus socioloog. Die heeft dus vastgesteld dat mensen lopen geen 110 meter verder het weiland in naar de plek waar de boomwal een bocht naar links maakt. Je moet dan het weiland kennen. Dat staat voor hem vast. Het weiland ligt niet ver van zijn eigen boerderij. Nou, dat heb ik gecontroleerd en dat is waar. Want Oud-Woude is niet zo ver daar vandaan. En hij kent de situatie daar op zijn duimpje. Waar blijkt dat uit eigenlijk? En wat is het? Is dat een juridische term? Een situatie op je duimpje kennen. En dan gaat de rechter gelijk knikken. Zo van, ja, ja, inderdaad. Oh, hij wist het op zijn duimpje. Wat erg is dit. Zijn leven lang woont hij daar. Op de fiets. Op de fiets ligt de Keningswei 3,3 kilometer van zijn woning. Even denken. Maar net hadden we het over 5,2... Nee, wat was het ook alweer? Hoeveel kilometer was het ook alweer? En 3,3 kilometer via welke route? Is het gewoon hemelsbreed?
Nee, dat kan niet, want het is op de fiets. Linksom, rechtsom. De plek achter dit weiland is dus bewust gezocht om de gelegenheid te hebben voor de, zeg ik eventjes lekker niet, na, zonder gezien of gehoord te worden. Even denken weer met z'n allen. Die plek achter in het weiland is dus bewust gezocht. Ja, dus dader kwam slachtoffer tegen op de Jeltingalaan. En die dacht, ik ga jou pakken bij die boomwal die een bocht naar links maakt. Dat kan je toch niet menen? Zonder gezien of gehoord te worden. Ja. Kom op, laten we het even sexy maken. Seks vindt iedereen leuk, hè? Toch? Aanvang de seksuele handelingen. En nu neem ik geen blad meer voor de mond. Behalve als ik moet braken natuurlijk. Van de taal natuurlijk, maar ik ga niet echt braken. Links achteraan bij de boomwal zegt de verdachte dat Marianne haar jas uit moet doen. Wie zegt dat eigenlijk? Begrijpen jullie deze? Links achteraan bij de boomwal zegt de verdachte dat Marianne haar jas uit moet doen. Ja, hier begint, dit heet een, even, dit is een conjunct. Nee, dit zijn een, dit heet een conjunctie. Dat zijn twee zinnen in één zin. Ja. Die stopten ze hier, bij die punt. Ja. Maar hier zitten ze, dit is gewoon het einde van de eerste zin. Dus dit noemen we een conjunct. En dat teken, dat heet een dingetje, dat is allemaal logica. Hè? Dus links achteraan bij de boomwal zegt de verdachte dat Marianne haar jas uit moet doen. Daar staat geen bronvermelding bij. Dat zijn jullie toch met me eens? Hè? Ik zie hier geen bronvermelding staan. Zien jullie hem wel? Die staat er niet. Hè? Hoe weet Henk Maus dat? Ik wil eventjes stilstaan bij het feit dat ik heb een huwelijk gehad. Dat is geen schande, toch? Hè? En dat is allemaal goed afgelopen. Ik heb een hartstikke lieve dochter en het gaat maar prima. Maar door dat huwelijk ben ik in Chartres gekomen. En dat is een plaats in Frankrijk en er staat een kathedraal. En die kathedraal die is opgebouwd omdat ze de plaatselijke bevolking wijsgemaakt hadden dat het allemaal hully schuld was. En die mensen die werden helemaal bang. Woehoe, nou dan gaan we betalen. En die hebben daar een partij stenen op elkaar gestapeld. Ik haal dit aan omdat liegen, dat heeft nut, vinden sommigen. Niet ik. Links achteraan bij de boomwal zegt de verdachte dat Marianne haar jas uit moet doen. Ja, daar heeft hij dus, als we nou om gaan lachen, dan moet je zeggen, ook daar had hij een microfoontje liggen. Want
verdachte, dat was een leugenaar. Of praat ik nu Frans of zo? En zij, verdachte dus, verdachte, legt haar jas op het gras. Dat is dus met de buitenkant op het gras. Hè? Dus de voorzijde van haar jas ligt op het gras. En de binnenkant, daar ga je zelf op liggen. Of niet? Of zou jij, als jij... Je bent net, ja, je hebt de hele dag alcohol gedronken en feest gevierd. Je bent back af, je wil naar huis. En dan denk je, nou, als ik toch mijn jas uit moet doen, dan laat ik het maar doen. Maar dan doe ik wel de binnenkant op het natte gras. En dan ga ik op de buitenkant liggen die afgekoeld is. Oh ja, joh. En hoe zat het ook alweer met het spermaspoor wat aangetroffen was op de voorzijde van de jas? Ik moet opschieten. Marianne draagt een rugzakje met koeienprint en deze wordt vrijwel gelijk afgedaan. Door wie? Uit de foto's die gemaakt zijn van het plaatsdelict, weet je nog? Die onzuivere foto's die gefotoshopt moesten worden. Kan opgemaakt worden dat Marianne, het slachtoffer, met haar rug richting de boomwal stond. En uiteindelijk ook zo is moeten gaan liggen. Dit is vanuit de verdachte geredeneerd de meest veilige plaats. Omdat hij zo een overzicht kan houden richting de Keningswei. De verdachte heeft steeds zijn mes in de hand en zegt tegen slachtoffer dat ze op haar knieën moet gaan en zijn penis uit de broek moet halen om hem te pijpen. Hij houdt met de andere hand haar hoofd vast aan haar haar. Ik moet het even gaan zeven, dat begrijpen jullie wel, want ik heb net een melding gehad. Oei. Even pauze.